Hallo allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar Altered Games. Vandaag gaan we weer verder met de Deus Ex Mankind Divided serie en we zijn hier in de Narrow gevangenis. En op weg, op zoek eigenlijk, naar Tibor. Dat is onze main objective op dit moment. Dat zie je hier. Find Tibor in de Narrows. Dus dat ziet allemaal heel spannend uit. Laten we deze even dicht doen. Kijken waar we uit gaan komen. We pakken ons wapen even bij, mochten we die nodig gaan hebben. Wow, daar staat net een dude. En die kunnen we zo even uitschakelen. Hij ging daar net even lekker chillen. Daar hebben we voorlopig niet meer echt last van. We kunnen hem nog een klein beetje gaan verslepen hier in het hoekje. Zodat er niemand gaat komen. Tactical shotgun, daar hebben we niks aan. Shotgun regular ammo ook niet. Oké, laten we nog even kijken of hier nog wat handige dingen in zitten. Oké, nog wat parts gekregen. We hebben al aardig sniper rifle, regular ammo. Heel onze inventory zit echt helemaal vol. Chop, chop, chop vol. Dat kunnen we ook upgraden, dat we eventueel wat meer inventory kunnen gaan krijgen. Maar dat staat nu even niet op de prioriteit nummer 1. Die kunnen we blijkbaar wel pakken. Staat hier rood. Oh, als ik deze wapen zou kunnen pakken. Maar dat kan helaas niet. Oké, laten we verder gaan. Want we moeten hier doorheen. Gelukkig zijn we hier dus al langs. We kunnen hier niet door het raam. Daar is wel iets wat we kunnen doen. Hey, brother. Watch it. The cops are everywhere today. I noticed that. Are you Tibor? Yes, you're late, Interpol. I know. I spoke to your sister-in-law. She told me what happened. Adila, is she all right? It seems like she can take care of herself. Yes, she can. You know I can't help you. It's too dangerous now. Tibor, I can get you out of here. And then what? They go back to my housing unit and take me again? And what if you're not there? No! No! Please, that will just make it worse. They know who I am, they went after my family. Interpol has promised to get you and your family out of here to safety. Safety? There is no safety. Only tyrants who prey on the weak and the innocent. All right, Tibor, listen. I understand why you can't come with me, but I still need to get to Rucker. Or what happened to you and your family today will happen to others. I'll smooth it over with Interpol. Is there any other way you can help me? There's a man, a smuggler, Louis Galois. He imports items for Talos, neuroposine, whiskey. He could get you in, but you'd have to do him a favor. He likes favors. That's something. Any other ideas? My keycard to get to Ark territory is gone. One of the cops took it. Probably still has it on him. Thanks, I'll look into it. Please, I know you don't owe me anything, but if you see my brother Dušan, help him. If anything happens to him, Adela will kill me. Of that I have no doubt. I'll see what I can do. Oké, het ziet er nou uit dat we flink wat nieuwe opdrachten hebben. Als we eens even gaan kijken. Talk to Louis. Geen idee. Get the Tibor's key card. Die moesten we dus van een kop zien te krijgen. Oftewel van een politieagent. En Free Dušan. Of Dušan is volgens mij. En dat was die broer blijkbaar. Get a message to Miller. Sokol's backed out of the deal. Why am I not surprised? Wat we ook hebben, dat is wel interessant, is dat we nu twee punten hebben. En ik wil eigenlijk dit gaan onderzoeken. Wat je dan krijgt, is dat je kan zien hoe mensen denken. En dan is het makkelijker om ze over te halen. Dus laten we deze gaan unlocken. Oké. Voilà. En dit zorgt er eigenlijk voor dat je op een... de mensen makkelijker kan overhalen van datgene wat je wil bereiken. Oké, laten we even kijken.
Oeh, ik hoorde heel dicht bij mijn voetstap. Ik denk, nou moet ik maken dat ik wegkom. Deze kunnen we in ieder geval hacken. Hopelijk gaat er geen alarm af of zo. We moeten deze kant op zien te gaan. Anomaly detected. Trace program initiated. Go, 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 go. We hebben nog wel even, dus dat gaat goed. En we zijn binnen. Gelukkig. Let's go. Wat hebben we hier? Deze kunnen we weer verkopen. Deze is level 5. Holy crap. Wat we wel even kunnen kijken is wat er allemaal in ligt. Blijkbaar wat wapens. Zelfs een soort van... Hoe noem je dat? Met granaatwerpers lijkt het. We zouden ook gewoon hier doorheen kunnen beuken. Hadden we in eerste instantie ook al kunnen doen. Blijkbaar. Juist. Dan hebben we nog wat crafting materials. Nee, ik denk toch dat we het hierbij gaan houden. Oké. Waar moeten we helemaal naartoe? Het is namelijk echt weer... een gigantische onderneming hier. En geen idee waar ik moet beginnen. Dat heb je altijd in het spel. Het is gewoon een kwestie van... gaan kijken waar het allemaal heen leidt. Oké. We kunnen niet die kant op. Something tells me I don't have your full attention yet. You don't want to answer my questions? Fine. Oké. Het ziet er nou uit dat we hier iemand hebben gevonden. Volgens mij de man waar we naar op zoek waren. Maar ik hoop niet dat we worden gezien. Come on, man, put that away. Hey, how about you deal with these cops first, okay? Then we can talk. Oké, het ziet eruit dat we eerst die agenten moeten uitschakelen. Ik weet nog niet helemaal hoe we dat gaan doen, want we zien daar ook een grote elite guy rondlopen. En dat is niet het enige. Er zijn echt ongelooflijk veel politieagenten. Daar zit er eentje gewoon te chillen. Man. Oké, dus hij vraagt me om die gasten uit te gaan schakelen. Zit daar iemand achter de computer? Die kunnen we misschien wel op deze manier uitschakelen. Dat scheelde niet veel. Wacht. Voordat we iets geks gaan doen, we kunnen deze omschakelen. Oh. Ik ben gespot. Oké, dat was al mijn kogels hiervan. Ik weet niet of ik hem iets damage heb gedaan. Oké, ik heb hem neer. Wow, die zijn sterk. Woe. Oké. Dat was close. Ik ben wel door, volgens mij door een hele boel van mijn kogels heen geschoten. We hebben in ieder geval dit uitgezet. Ik weet niet wat we daar nog aan hebben. Ik weet niet of hier nog andere cops zijn. En of ze ons nog gaan zoeken. Inventory is vol. Dat hebben we al een hele tijd. Volgens mij is verder helemaal niemand. Hier op dit moment, dus dat is goed. Dus laten we eens even naar binnen gaan. Come on, man, put that away.
ahead and kill me. Put me out of my misery. Those cops won't be a problem anymore. Too bad. I was just starting to warm up to them. I can try and get some more down here if that's what you want. No. It is better this happens now before I become too attached. You mind untying me? Sure. So, was it Tibor or Adela that asked you to help me? Or something else? A man getting savagely beaten isn't something I can just watch, regardless of the reason. Well, you know cops, right? Assholes do not need a reason. I do know cops, and whether it's right or wrong, there's always a reason. Look, all I know is that since the Ruzica bombing, the police have been cracking down on us hard. They suspect Ark, of course, but they're blaming every Og. For most of them, it's just another excuse to hurt us. I thought you weren't a member of Ark. My brother is. I just repair things for them sometimes. Heating units, security cameras. It is how I earn a living for my family. Do you know if Ark was responsible for the Ruzica bombing? No. And I do not want to know. After this, I'm done with them. Being associated with Ark. Even if they are our only hope, it is not worth the pain. Look, you want to know what Ark is up to? You're going to have to ask them yourself. Fair enough. How do I do that? When you have robbed the man of all, the things... He is no longer the... He has no more of... Shit! Power? Something? Freedom? How does it go? Are you feeling alright? It is this week's passphrase. It is Selznick or Solzhenitsyn. Ah, I got it. When you rob a man of everything, he is no longer in your power. He is free again. Just remember the quote. It'll get you past Lubosch. He guards the way to the Ark elevator. Just repeat the quote, and he will let you in. This'll help, thank you. It is the least I can do. Thanks to you, I get to sleep in my own bed tonight. Okay, blijkbaar moeten we die zin goed onthouden. En dan gaan we makkelijker bij ons doel komen. Ik weet nog niet precies wat dat zal zijn. Maar daar komen we snel genoeg achter. Laten we eerst even hier alle spulletjes op pakken. Daar had ik namelijk daarnet niet helemaal tijd voor. Want toen was ik met een gigantische dude aan het vechten. Die me helemaal overhoop begon te schieten. Hier hebben we nog een radio. Helemaal sick. Kijken of... is dit een shotgun? Ja, shotgun. Ik heb gehoord dat de shotguns best wel goed zijn tegen die grotere mannen. Dus misschien moeten we daar binnenkort nog wat mee gaan doen. Oké, maar wat nu? Want we hebben deze missie volbracht. Dat was goed. De market. Blijkbaar bij de market moeten we zijn om dat ding te gaan halen. Ik weet niet precies wat dat inhoudt. Dat moeten we nog gaan zien. Ik heb het idee dat we... Want welke kant moet ik nou op? Ja, dat is wel goed. Oké. We gaan het toch maar proberen. We zijn geen level omhoog gegaan. Nee. We hebben wel een main missie erbij ofzo. Oké, geen idee. We gaan in ieder geval een kijkje innemen bij de market. Ik weet niet of we daar gaan komen. Maar even zien we vanzelf. Oké, steady, steady. Allemaal nog meerdere gevangenen hier. I won't be intimidated. Nou, blijkbaar is hij niet echt meer te vinden. We zouden eventueel hier doorheen kunnen gaan. Maar ik weet niet precies waar dat gaat eindigen. Oké, dit was waar we er net al waren. Ah ja. Oké, dat is goed. Dan gaan we toch maar eens even deze kant op. Al weet ik niet. Of dit zo makkelijk gaat worden. Hoe gaan we in vredesnaam hier doorheen komen? Er moet een makkelijkere weg zijn. Weet ik zeker.
Oké. Oh, dit is echt gewoon nog het begin. Als we hier nou sneaky langs gaan. Yes. Oké, we zijn weer buiten. We zijn hier veilig. We kunnen ons wapen weer even wegdoen. Maar waar is die market? Dat is wel een goede vraag. Crafting parts. Dat wil ik namelijk wel even weten. Of zijn we nu al bij de market? Dit is niet waar we er net waren. Dit is volgens mij een andere ingang. Mr. Jensen, this is Otar Botkovere. I hear you are in the Utulek complex. Keeping tabs on me, Botkovere? It is time for that favor you owe me. There is a shopkeeper named Galwa in the Sedri markets. I want you to eliminate him. I'm not in the assassination game. How you take care of this problem is your business. But I expect you to keep your word. Oké. We worden gevraagd om die dude uit te schakelen. Waar we wel eens goed eens naartoe moeten. Ik weet niet of dat helemaal mijn ding is. Anomaly detected. Trace program initiated. Oké, en hier zijn we binnen. Met alle dingen die we moesten behalen bij elkaar. Blijkbaar mogen we hier niet binnenkomen, dus we moeten dat wel even in de gaten houden. Kunnen we deze deur weer dicht doen? Zodat we in ieder geval niet worden gezien. Hier nog wat painkillers. Ik gebruik die dingen nooit echt. Maar ik pak ze wel maar altijd op, voor de zekerheid. Oké, steady. Crafting parts. Supply crate. Wow, en een weapon stash. Nice, nice, nice. Oké. Geen bewakers, nee. Dan kunnen we hier weer naar buiten. En we hebben hier nog eentje die we kunnen hacken. Level 3, dat zijn we helaas nog net niet. Dus daar kunnen we nog niet naar binnen. We kunnen er op een andere manier binnenkomen. Nee, volgens mij niet. Oké, ik weet eigenlijk niet waarom ik hier aan het kruipen ben. Volgens mij is dat namelijk niet nodig. Deze kunnen we wel hacken. Anomaly detected. Trace program initiated. Access denied. Wow. Oké, die was snel bij ons. Die gaan we zo nog een keer proberen. Dat was niet helemaal tactisch uitgevoerd. Dat gaat nog een ronde 2 worden. Overal zie je die dude hier. Misschien is dat de baas van Ark. Heel veel crafting parts krijgen we. Die we echt al veel. Wacht heel even tot dat ding weer klaar is. En dan kunnen we nog een keer. E-book willen we niet lezen. Wat hebben we hier nog? Misschien dat hier nog belangrijke dingen liggen. Er ligt altijd wel iets. Wow. Oké, eromheen blijkbaar. Oké, ronde 2, want dat komt beter. Anomaly detected. Trace program initiated. Oké, deze keer, ik heb een worm moeten gebruiken, maar deze keer is het wel gelukt. Oké, wat hebben we hier allemaal? Want hier moet wel iets goeds in staan. Toch niet. Ik denk, dit gaat hem worden. Maar helaas, zonder succes. Oké, laten we hier naar boven gaan. Dit ziet er wel uit als de market. Al hebben we niet echt ergens een bord staan waar het dat vertelt. Oké, een hacking stopworm. Wat is dit? Allemaal aandenken aan allemaal mensen blijkbaar. Crafting parts.
We kunnen daar uiteindelijk als het goed is ons wapen mee gaan upgraden. Wat hebben we hier? Kunnen we niet meer gaan praten? Oké, dat is wel een beetje overdreven om hier de elektriciteit aan te gaan zetten. Staat er helemaal onder water. We zijn nog steeds op zoek naar de keycard. Wacht, ik heb een idee. Misschien heeft die politieagent wel de keycard. En als we die nou even kunnen elektrocuteren, dat zou wel lachen zijn. Oké, gaan we in het water staan. Daar gaan we. Het is niet de meest plezierige manier om iemand uit te schakelen. Dat weet ik wel. Tenminste, niet voor hem. Hopelijk heeft hij de keycard. Ja, wow. Okay, sick. Tell Miller the mission's back on track. I've got an elevator passkey that'll get me into Ark territory. Copy that. I'll do a flyby up ahead, get you the lay of the land. Hit me up when you're through. Okay, dus we hebben in ieder geval die pas gevonden. Dus die missie is ook weer geslaagd. Ja, we willen dus... Dit is wel even... Ik weet nog niet zeker wat ik daarmee ga doen. Want hij wil dus dat we echt iemand gaan uitschakelen. Ik weet niet of ik wel echt iemand wil gaan uitschakelen. Die ik nog helemaal niet ken. Misschien kan die namelijk wel van goede... Ja, nog handig zijn om die te vriend te houden. Maar voor hetzelfde geld... Ah, deze moesten we openmaken. Is er iets wat ik je kan helpen? Je bent Lubos, right? Dushin Sokol told me Ark might have the answers I'm looking for. He sent me to you. Dushin? I heard the police had him and his brother Tibor locked up in the Narrows. Yeah, the cops were working Dushin over pretty good when I found him. Wasn't exactly a fair fight, so I stepped in. Is he okay? He'll be fine. Looking forward to sleeping in his own bed tonight. Not a lot of people in here would be bothered to stop and help out the stranger. What was happening wasn't right. You took on the police by yourself, on their own turf? And then Dushin pointed me to you. He was right to do so, but I'm sure he would have given you something more, some wisdom, maybe? Oh, nu moeten we dus die zin gaan zeggen. En dat was deze. When you've robbed a man of everything, he's no longer in your power. He's free again. Spoken like a true brother of the revolution. I think I even heard conviction in your voice. I'll unlock the elevator for you. Go on up. What can you tell me about Talus? First time I met him, he's cutting a bullet out of me while trying to explain the history of the Gulag. He has his hand stuck in my leg and is encouraging me to study Stalinist labor camps. 3 months later, I pass him in the throat and he says, Lubos, how's the leg? Are you studying the Gulag like I suggested? Remembered me like it was yesterday. Sounds like he has a good memory. No, I matter to him. Me, a nobody, matter to a great man like Talos Rucker. That's the kind of man he is. Okay, dat is wel interessant. Dushin said some of the police are using the Ruzica bombing as an excuse to hurt the Augmented in Gollum City. Why do you think that is? They're trying to manufacture a response from Talos to get Ark to fight back. Violence begets violence. That's right. And if Ark responds violently, then their case against us only builds. But Talos is too smart. He won't allow Ark to be baited into a false confession, even if it means that the people we've sworn to protect are hurt. How did you get involved with Ark? I used to load freight for the Czech railway in Ostrava. After the incident, my employers were afraid of me. I was fired. So like most of the Augmented in the country, I drifted into Prague, unlicensed and homeless. The police swept me up in a sewer raid one night, put a round in my leg and dumped me here. It wasn't long before Talos found me. And he gave you work? He gave me purpose. He's the reason I'm still alive. Great, thanks. Oké, het ziet er nou uit dat die Talos dus toch nog wel wat goede dingen heeft gedaan. We kunnen nu in ieder geval deze lift gebruiken. Ik heb het idee dat ik nog wel even
rond wil kijken. Dat ik nog niet alles heb gezien. We zijn een level omhoog gegaan. Ze zouden in ieder geval iets eventueel kunnen gaan upgraden. Laten we eens even kijken. Dat lijkt me niet zo chill. Dit zou chill kunnen zijn. Wat is dit? Oh, energy consumption. Oké, dat is op zich best handig. We zouden dit naar level 3 kunnen doen. Laten we dat doen. Dan kunnen we namelijk vervolgens ook die kluis daar nog even hacken. Kluis was tenminste hier in de buurt, toch? Ja. Oké, er komt wel een bewaker aan. Oké. En de deur dicht. Woe! Oké. Daar zullen we niet al te veel last mee hadden. Ik had het idee dat we bijna gezien werden. Ik weet niet precies waardoor. Keep it together. Keep it together. Keep it together. Wat is dat? Oké, we worden blijkbaar gezocht. Ik weet niet waardoor we werden gezien. Woe! Oké, deurtje mag weer dicht. Hij kwam net binnen. Maar ik dacht, dat gaat even niet gebeuren. Oké, het ziet eruit dat ze ons nu alweer aan het kwijtraken zijn, dus dat is goed. En dan kunnen we vervolgens gaan binnendringen. In die kluis. Oké, we zijn weer veilig. We doen deze deur weer op slot. En we kunnen dus nu vervolgens deze kluis gaan hacken. Dat hebben we net unlocked. Dat ziet eruit als echt een hele makkelijke op de een of andere manier. Anomaly detected. Trace program initiated. Access denied. No. Oké, die was blijkbaar moeilijker dan ik dacht. Kijken of we hem nog een keer kunnen doen. We hadden pech dat we de eerste keer namelijk meteen werden gevonden. Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. Kijk, nu zijn we wel binnen. Het was eigenlijk wel makkelijk. Ik deed gewoon net iets te moeilijk. Oké, we zullen even het deurtje dicht doen voordat er iemand binnenkomt. Oké, grenades. Die zijn in ieder geval sowieso handig. Supply crate. Wat hebben we nog meer? Verder niet gek veel, maar we moeten ergens mee beginnen. Oké, laten we doorgaan. We hebben namelijk nog niet alles hier ontdekt, wel een heleboel. We zullen even ons wapen wegdoen. Die zullen we niet meer nodig hebben. We kunnen hier dus naar boven gaan. We kunnen hier ook nog helemaal naar boven gaan. Eerst maar eens even hier naar beneden kijken. Hier lijkt verder niet zoveel te zijn. Entity. Wat is dit? Hungry? If you're looking to take a piss, you can do it in the street like everybody else. If you're looking for Virzbowski, you can fuck off. I'm not looking for either. Well then, handsome. You must be looking to deal. My name's Entity, and I've got the sweetest tech in GC. How may I serve you? When I walked in here, you mentioned someone named Virzbowski. Who is that? My asshole ex.
He used to run this place with me before he ran out. Thought you were one of his new friends. The kind of welcome you gave me must not think much of his new friends. Don't get me wrong. Ark does a lot of good in the ghetto, but... Your boyfriend fell in with Ark? X. And I get it, I guess. He always wanted to make a difference. Ark keeps a lot of people safe in here. Keeps them fed, clothed. They give a lot of people hope. I get that, but... I don't know. Something about organized anything scares the shit out of me. You think Ark is dangerous? No. I don't know. Maybe. Shit. Probably. But that's not what scares me. It's the collective, hive-minded mentality that freaks me out. It's why I stay away from religion. And book clubs. So, listen, we're getting to know each other here. Is there something else I can do for you? Okay, laten we eens even kijken wat ze verkoopt. Well, if you're going to make it sound naughty, I have no choice, do I? Een aparte vrouw, dat is zeker waar. Oh, we kunnen ook iets verkopen. Dat is misschien wel fijn, want daar zit ik echt al een hele tijd op te wachten. Kijk, deze kunnen we dus echt voor veel verkopen. Deze op zich ook aardig. Dit zijn allemaal van die goederen. En die vind je best veel. En die waren puur voor de verkoop. Deze volgens mij ook. Wow, deze kan je ook voor veel verkopen. Oké, dus we hebben weer wat money in de bank. Multitools, die kunnen we gewoon maken. Die zijn duur. Nee, oké, vandaag gaan we niks nodig hebben. Maar we hebben voorlopig wel even aardig wat geld. Dat is oké, darling. You change your mind. You know entities got everything you need. Maybe there's something else that interests you. Actually, Entity, I think I'll just show myself out. Oh, sad face. Well, promise me you won't stay gone too long, darling. Aha, ik speel hard to get. Dat is zeker duidelijk. Oké, laten we even kijken of hier nog wat belangrijke goederen liggen. Daarachter. Kan ik niet bij. 7000 hebben we in de bank. We zijn ongeveer de rijkste persoon op aarde ondertussen. We kunnen hier nog ergens inbreken. Laten we eens even kijken. Level 3. Dat hebben we net unlocked. Dus dat is goed. Oké, we moeten deze twee groene plekken zien te veroveren. Dat gaat niet makkelijk worden. Dat kan ik wel... Oh, wat? Dit is altijd zo vervelend. Oh... Dit snap ik echt niet. Oké, het zal wel aan mij liggen. Blijkbaar mag je hier niet zomaar iets hacken. Maar dat had ik niet helemaal door. En het is ook niet echt dat je een waarschuwing krijgt. Je wordt opeens uit de middle of nowhere kaart beschoten. En dan is het snel gedaan met de pret. Oké, het ziet erin uit dat we daar duidelijk nog even niet naar binnen gaan. Misschien later als we hier iedereen een keer hebben uitgeschakeld ofzo. Of er moet toch een andere weg zijn, dat zou kunnen. Iets over het hoofd ziet. Maar ze zitten er dan niet uit. Je weet gewoon niet. Er komt nu één iemand aan. Misschien als we hem uitschakelen, laten we even hier saven. Dan kunnen we het op een veilige manier gaan testen. Hij was degene die mij daarnet namelijk wel verlinkte. Dus als we hem nou uitschakelen, ik weet niet of er namelijk iemand anders komt. Wat was dat? Oké, kijk of het nu al ons gaat lukken. Initiated.
Oké, hier gaan we dan. Gaan we het halen. Ja, we zijn binnen. Oké, chill. We kunnen hier de deur open doen. Hoop ik dat het de moeite waard is. Die zijn sowieso handig. Oh, die zijn zeker niet verkeerd. We kunnen hier nog een computer hacken. Level 1, dat moet meestal wel lukken. Oké, wat hebben we hier allemaal? Veel dingen die we kunnen hacken. Ziet er op zich redelijk makkelijk uit. Oké, dat was 1. Anomaly detected. Trace program initiated. Hier gaan we. Access granted. En we zijn binnen. Oké, hier moet wel wat belangrijks in staan, want we kwamen hier niet zomaar binnen. Oké, ik weet nog niet precies wat het is, wat we nou hebben gekregen. We hebben hier in ieder geval een wapen. Die kunnen we niet oppakken, daar hebben we niet voldoende ruimte voor. Multitool? Kijk, dat maakt het sowieso al de moeite waard. En de triangle code. Die kan je gebruiken door met je mobiel te scannen. Nee, dat was zeker de moeite waard. Die ligt zoveel, niet normaal. Oké, volgens mij hebben we alles. Oké, laten we teruggaan. Hopelijk worden we niet gesnapt. En dan moet hier nog wel iets boven zijn, heb ik het idee. Of zijn we hier al geweest? Nee, hier zijn we sowieso nog niet geweest. Kunnen we hier naar binnen? Ja, we kunnen hier naar binnen. We moeten hier blijkbaar een stukje naar boven gaan. Wie hebben we hier? This is a pleasant surprise. I wasn't expecting any customers today, given the unpleasantness outside. Are you Louis Galois? I am. If this is a referral, may I ask which of my customers was impressed enough to recommend me? Tibor Sokol. Ah, poor Tibor. But how may I be of service? Let's talk about the Diwali crime family. Who are they? They're the people running organized crime in Prague. Their second in command is a man named Otar Botkaveli. Heard of him? No. I'm sorry, I haven't. Well, that's too bad. I was hoping you could tell me why he wants me to kill you. Shit! He wants me dead? Drug son of a bitch. Sounds like you're starting to remember him now. Yeah, Otar. He just slipped my mind for a moment. That's not the only thing slipping. Fine, smart guy. I work for Otar's boss, the head of the Dvalik family, Radich Nikoladze. I spy on Otar's activities for Radich. Shit, I just realized the other Pakhan, Konstantin, he died in the train station bombing. You're thinking Otar wants to get the second spy, you, out of the way and make a move against Radich. I'm sure he'd love that. Those two have had their own private Cold War going on for years. But still, getting rid of me and Konstantin wouldn't be enough. Otar needs to gather more support in Prague and in Georgia. But he could do it. The only thing keeping him from consolidating his power is... well, me? But you're not really planning to kill me, are you? No, I draw the line at assassination for would-be mob bosses. Thank you. Thank you. What can I do to repay you? Name it. Anything. Vaclav Kolar. What's his connection to Radich? Wait, I can't tell you that. Radich would kill me. You said anything. Unless you'd prefer the alternative. Damn it. Okay. Radich, Kolar, and I have a trilateral arrangement. Radich has an augmented leg. You just became the fifth living person to know that. So, I get Radich his neuropazine and Kolar maintains his leg.
In return, Raditz looks out for us. He's not doing a great job of that. You're lucky Otar sent me instead of somebody else. He won't stop with you either. I'd better get out of the country until this blows over. And I'll guess I'll have to retire the Louis Galois persona. Ah well, I had fun playing him. Next time, try it with a French accent. Might be more credible. One more thing. Tibor said you can get me into Ark territory without worrying about any guards. He's right. I'll unlock the security door at the back of this room. Beyond that, there's a ladder that'll take you where you want to go. All right, thanks. Is there any other way I can be of service? Perhaps you'd like to make a purchase and contribute to the Louis Galois escape fund. Wat een man. Oké, laten we eens even kijken wat hij allemaal aan het verkopen is. I am at your service. We hebben dus voor gekozen om hem niet te killen. Vond ik niet zoveel van het goede. Al heb ik het idee dat we later daardoor nog wat moeilijkheden gaan krijgen. Ik denk dat we niks meer willen verkopen. Ik weet niet zeker, dus ik kijk nog even voor de zekerheid. Regular ammo van de combat rifle, dat is deze. Stun gun ammo. Ik weet nog steeds niet waar deze ammo van is. Daar moet ik misschien een keer naar kijken. We hebben hier nog onze hacking tools, de mines. Wat is dit? Mine template. En battle rifle regular ammo. Ik denk dat we deze helemaal niet gaan gebruiken. We kunnen het nu nog even houden. Maar, oh nee, ik wil even kijken of hij nog iets verkoopt. Nothing interests you. Let's see what you've got. Oké. Nog even kijken of hij ook nog iets verkoopt. Want dat willen we misschien wel hebben. Weapons, ammunition. Als we hier van die... Ja, dit zijn die kogels die we nodig hebben. Maar het zijn er dus maar 10 voor 800. Dat is echt weinig. Wow, dit is wel handig. Een scope. Een silencer. Een combat rifle. Sniper rifle hebben we al. Deze wil ik eigenlijk hebben. Dan hebben we een sniper rifle... Die ook mensen... Ja, deze moet ik hebben. Oké, wacht. We gaan even dit helemaal goed doen, want dit is wel echt interessant. Hier kunnen we wel echt even wat goede dingen uithalen. Oké, laten we even dieven. Machiavelli, wacht, Jensen. We kunnen natuurlijk... Your problem in the Udalite complex has been taken care of. Good. I look forward to hearing the details. But that will have to wait, because I have other urgent matters keeping me busy at the moment. You know what's going on. I will call you back shortly. Oké, we gaan ons wapen natuurlijk even aan hem verkopen. Dat kunnen we net zo goed doen. We hebben dus net gezegd tegen die andere dude... Dat we hem hebben vermoord, wat we dus niet hebben gedaan. Dus zoals ik al zei, dan gaan we nog problemen krijgen. Oké, deze kunnen we voor aardig wat verkopen. En met aardig wat bedoel ik eigenlijk echt wel heel veel. Dat had ik niet verwacht. Oké, we gaan dus nu deze willen we kopen. Yes. En nu ben ik benieuwd, dat wil ik even kijken of we daar ook ammunition voor hebben. Want dat zou het natuurlijk wel een stukje makkelijker maken. Deze komt op 2 te staan. If any of us will be invited there. Besides, wow, 54 kogels. Not sure I Okay, take dat is wel echt veel. Hier hebben we 16, dat is ook aardig wat. Only the bad. Nu willen we kijken, willen we hier nog iets aan verbeteren? We kunnen er eventueel een zoom op zetten. Laten we eens even kijken wat hij allemaal heeft. Want we hebben toch aardig wat geld. Don't push your luck. Rooker says a lot of things. Yes. But it doesn't mean he's right. Welcome.
Oké, ik wil de scope. En de silencer wil ik ook wel gaan kopen. Voor mijn battle rifle eventueel. Nothing interests you. En dan kunnen we vervolgens even gaan kijken of we onze wapens wat kunnen gaan upgraden. Want laser hebben we helaas niet gevonden. Dit is de enige ammo type. Ammo capacity kunnen we eventueel upgraden. Dus laten we dat doen. Plus 2 erbij. Dat is niet verkeerd. Toch denk ik dat we deze redelijk veel gebruiken. Deze heeft ook geen laser. Laser zou misschien best wel handig zijn. Als we die zouden hebben. Hierbij kunnen we ook de ammo capacity omhoog doen. En best wel flink met 3. We hoeven niet zo vaak te reloaden namelijk. Oké, en op naar deze. Want we kunnen er een scope op zetten. Dat is deze. Yes. We kunnen er een silencer op zetten. Dan doen we dus wel minder damage. Maar dan kunnen we eventueel voor de headshots gaan. Oké, damage output is misschien wel chill om up te graden. Ammo capacity, rate of fire, dat hoeft niet echt. Oké, voor nu hebben we wel weer even goed. Dus we hebben ons nieuwe wapen, vooral deze, dus heel erg geüpgrade. Als we daar eens even naar kunnen kijken, kunnen we dus de silencer er zo afhalen en weer opzetten. Verschillende ammo types en de scope. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe die scope werkt. Oké, dat werkt wel gaaf. Ja, nou dit gaat hem worden. Hier kunnen we wel weer even mee vooruit. Het ziet er nou uit dat we dus door willen gaan naar de volgende locatie via de lift omhoog. Ik wil jullie in ieder geval weer allemaal super erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Laat me natuurlijk allemaal weer weten wat jullie ervan vonden door een berichtje in de comment section te plaatsen. Of anders duimpje omhoog of omlaag. En dan zie ik jullie allemaal graag in de volgende aflevering weer.